voelt de maand januari voor jou? Saai. Ja, heel saai. Ja. Er is niks, ik heb geen geld. De feestdagen zijn voorbij. We hebben kerst achter ons gelaten en beginnen een nieuw jaar. Hoe kom jij deze grijze en gouden maand door? Januari in het algemeen meer. Wat koudere maand. Het is toch wel. Het is net na de feestdagen. Dan is het meer. De feestsfeer is net voorbij. De warmte is toch weg. En dan is het allemaal weer van. Dan moet allemaal weer terug naar werk. En moet allemaal weer dingen gaan doen, zeg maar. Niet heel bijzonder. Gewoon een maand die eigenlijk altijd al snel voorbij gaat. Het is gewoon veel nieuwjaarsdingen en zo. Dus voor mijn gevoel gaat het op zich wel snel voorbij. Hoe ga jij eigenlijk door januari heen? Wachten tot het zomer wordt. Ziek melden. Veel slapen en kijken hoe goedkoop vluchten naar Ibiza zijn. Ik zei eigenlijk gisteren nog tegen haar, volgend jaar met kerst zitten we in Ibiza. Ik heb er geen zin meer in. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, ja. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk met mijn vrienden om te gaan en gewoon elkaar te blijven zien, zeg maar. Het gezellig te blijven houden. Ja, winter depressie vind ik ook niet zeg, maar ik word wel sipper als het zo gauw weer is, weet je. En kent u misschien ook iemand die in januari jarig is? Ja, mijn moeder. Het is wel gewoon duur, dus in januari heb je gewoon niet zo heel veel geld. Wat zou jouw tip eigenlijk zijn om een cadeautje te kopen? Nou, als iemand in januari jarig is, zou ik gewoon met kerst niet te veel uitpakken voor diegene en dan met zijn verjaardag nog iets extra's doen. Lekker op de aanbiedingen afgaan. En ja, verder zou ik het ook niet weten. Ja. Wat zijn jouw tips eigenlijk om deze maand door te komen? Blijf je familie en vrienden zien wanneer het kan. En deze koude maanden, zorg voor jezelf. Maak lekker thee voor jezelf, weet je wel. Het is buiten koud, dus hou lekker warm binnen, zeg maar.